Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een korte boodschappenreading doen voor alle tekens: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen. En ik begin bij de tea leaves. Korte boodschappen, lieve tekens, tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. Niet elke legging, niet elke boodschap kan voor jou zijn. Dus probeer het ook niet passend te maken. Kijk alleen gewoon ook eens een reading terug. Want het kan altijd resoneren. Tijd is vloeibaar. We gaan beginnen bij de ram. Hallo ram, wat is er voor jou? Wat is er? Kijk eens, hij valt al. Ik wil er twee. Ik wil twee kaarten voor je. Hij klapt al om. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is er voor de ram? Een sprinkhaan. Situations in the balance that require careful handling. Situations in the balance that require careful handling. Er is voorzichtigheid geboden en ik heb het gevoel dat dat te maken heeft met iets dat als je er niet goed mee omgaat, dat je het dan kunt verpesten, vernachelen lijkt het. Ik weet niet waarom ik dat woord zeg, maar er is iets, het is heel delicaat, het kan erom hangen. Dus ga er rustig en voorzichtig mee om. Wish will not be granted. Er is een verlangen bij jou en dat verlangen gaat niet vervuld worden. Verlangen, een wens. Ik voel het als een verlangen. Je hebt je ogen ergens op laten vallen. Je hebt je oog ergens op laten vallen en ik heb het gevoel dat het te maken heeft met een ander persoon. Maar dit gaat niet gebeuren. Er is iets anders voor jou en bovendien ben je met veel meer dingen bezig. Je kunt niet alles in één keer laten vervullen, lieve Ram. One step at a time. En dat heeft alles te maken met dat je heel erg gefocust mag zijn op iets anders waar jij mee bezig bent. Voorzichtigheid geboden. Het kan heel goed zijn dat je nog onderzoek moet doen, dat je nog kleine lettertjes moet lezen. Er is iets waar je echt heel erg goed mee om moet gaan, want het kan zomaar klappen. Wat is er voor de ram? Ik wil twee kaarten. Deze moet eruit. En die moet eruit, dat is duidelijk. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk eens, er is een diepe spirituele connectie. En het is tijd voor nieuwe doelen. Dat nieuwe doel heeft te maken met iets waar je heel zorgvuldig mee om moet gaan. Ik kan het je niet genoeg zeggen, lieve Ram. Je wil het liefst als een olifant door de porseleinkast, maar dat kan niet bij dit waar je kans op hebt. Je hebt kans op iets. Maar het is echt belangrijk dat je iets onderzoekt en niet onvoorbereid te werk gaat. Dat is wat ik heel erg duidelijk voel. Het is tijd voor nieuwe doelen en dit is een van die doelen. Dit is een van die doelen. Eén doel tegelijk. Maar je hebt je oog op iemand laten vallen en dat kan zijn omdat je een diepe spirituele connectie voelt met iemand. Maar dat gaat niet gebeuren. En het kan heel goed zijn dat er wel een relatie tot stand komt, maar dat het niet iemand is waar je werkelijk spiritueel mee verbonden gaat zijn. Dat dat op het eerste gezicht zo voelt voor jou of omdat je het zo graag wil. Je wil het heel erg graag. Maar de vraag is, hoe diep is die spirituele connectie? Ik ben bang dat als je. Hoe moet ik het zeggen? Het gaat niet gebeuren. Het verlangen wordt niet vervuld. Het kan nogmaals heel goed zijn dat je wel een relatie met diegene krijgt waar je je ogen op laat vallen, maar dat je eigenlijk, nou, ik wou zeggen bedrogen uitkomt. Dat is niet het goede woord, want je wordt niet bedrogen qua vreemdgaan, maar dat je wel een idealistisch beeld hebt van die persoon en dat die diepe spirituele connectie.
Ik denk dat het niet zo diep is als dat jij hoopt dat het is. We gaan door naar de stier. Hallo stier, wat is er voor jou? Ik wil ze allebei tegelijk schudden. Kijk eens, hij valt al, de tea leaves. Het is ongelooflijk. Het is zo duidelijk wat er uit moet. Het is zo duidelijk. Wat is er voor de stier, deze? Shield, you need to defend yourself. Ik ga hem zo duiden. Angel, spiritual guidance, protection from harm. Deze twee kaarten staan absoluut met elkaar in verbinding. Je wordt ergens van beticht. En beticht vind ik een heel naar woord. Ik heb meer het gevoel dat het gaat om een verwijt. Het kan zijn dat je op je werk iets gedaan hebt en men denkt dat jij dat hebt gedaan. Een steekje laten vallen of een grote steek laten vallen en je moet je verdedigen. Maar je wordt beschermd, je wordt beschermd. Het kan ook zijn dat het in een privé situatie is. Of dat er iets is in een winkel, ik weet het niet. Maar je wordt in ieder geval beschermd. Ja, het lijkt alsof je je moet verdedigen. Je moet je verdedigen. Kijk eens, hij klapte al om en hij klapte terug. Er is iemand die geen verantwoordelijkheid wil nemen. Neem jij het soms op voor iemand? Een kind misschien? Iemand die niet voor zichzelf kan opkomen? Kijk nou eens. Er is iemand die jou beschermt. Het is echt fantastisch. Het lijkt wel alsof er een rood hart uit de lucht komt vallen. Zo zou ik het bijna willen zeggen, maar je hebt een engeltje op je schouder. Je hebt een engeltje op je schouder. Je ontkomt aan iets. En schuldig of onschuldig, het maakt niet uit. Je ontkomt, je ontspringt de dans. Je ontspringt de dans. En er is ook hier een stier die zelf geen verantwoordelijkheid wil nemen en daardoor misschien in de verdediging moet schieten omdat je een steek hebt laten vallen. Je hebt misschien ergens iets gedaan in werk. Ik denk dat het met werk te maken heeft. En dat je dat je iets niet gedaan hebt wat wel in jouw takenpakket thuis hoort. En dat je het eigenlijk hebt gelaten aan een ander. Dat je een ander dat laat doen. Maar je wordt beschermd. Je wordt beschermd. Er komen geen naweeën. Er komen geen naweeën. Je ontspringt de dans. En het is niet zo groot. Het is niet zo groot. Maar het is wel even naar. Want je wordt niet fijn aangekeken. Tweelingen. Tweelingen. Wat is er voor jullie? Tweelingen. Wat moet je weten op dit moment? Wat is de boodschap aan jou? Kijk wat resoneert. Deze moet eruit. En deze klapt al om. Een handshake. A meeting with a stranger could be important. Oké. Het kan zijn dat je een nieuwe collega de hand gaat schudden. We gaan kijken wat het betekent. En er is een overload aan materie. Tegelijkertijd geeft deze bowl aan dat er heel veel fruit is. Je mag op je gezondheid letten. Er staat fruit, maar je neemt het niet. Je hebt er geen zin in. Het kan zijn dat je een beetje in de fastfood zit. Ja. Ja, je mag op je gezondheid letten. Je mag fruit eten. Je laat het liggen en het kan zo de prullenbak in. Wat is er voor de tweelingen? Je gaat kennis maken met iemand. Het is ongelooflijk wat hier ligt. Het zijn twee kaarten met op allebei twee handen. Er is hier iets met... Er is hier iets met ontrouw en er is hier iets met handen schudden. En waarom heb ik nou toch het gevoel dat er in de ontrouw waarvan ik voel dat er werkelijk dat het hier in deze boodschap gaat om ontrouw tussen twee mensen, tussen twee liefdespartners. En dat je met een onbekend iemand een hand gaat schudden. En ik heb het gevoel dat dat iemand is die voor jou gaat opkomen in een
In een mediation of er is iets met ontrouw. En deze kaart kan heel vaak andere betekenissen hebben, maar in dit geval heb ik het gevoel dat het gaat om een breuk. A plenty of material things. Deze bol, hè, met fruit. Je mag aan je gezondheid denken. Er is hier een tweeling die in de stress zit en dat heeft te maken met een breuk. Sorry dat ik het moet zeggen. Er is genoeg material things. Er is hier een pijn over de liefde die uit elkaar gaat. Maar er is genoeg aan geld, aan bezit, vastgoed. Ik weet niet, ik zei net fastfood. Nu heb ik het over vastgoed. Er is van alles te verdelen. Ik denk dat je kennis maakt met een mediator of een advocaat. Ik hoef geen kaarten meer erbij, want het is duidelijk. Kreeft, wat is er voor jou? Sorry tweeling, het is niet fijn. Maar er is enorm veel te verdelen. Er is enorm veel te verdelen. Ik ben heel erg benieuwd. Er gaat een wens in verlangen. Een wens in vervulling. Een verlangen. Ik ben heel erg benieuwd. Kreeft. Wat is er voor de kreeft? Er gaat een wens in vervulling. Wat moet jij nog horen? Deze kaart moet eruit. Bird flying. News is on the way. Er gaat een wens in vervulling. Lieve kreeft, ik weet niet wat jij wenst. Een diepe, diepe wens. Een verlangen. Misschien heb je het verlangen ook wel heel erg gevoed de laatste tijd. En dat er nu eindelijk licht komt aan het einde van de tunnel. Ik kijk hier zo doorheen. Alsof er licht aan het einde van de tunnel is. En er is nieuws onderweg. Het kan heel goed zijn dat dit de uitkomst is van jouw wens. Misschien heb je de wens om te slagen voor iets. Of heb je gesolliciteerd en wacht je op uitslag. Er is nieuws onderweg. Het kan ook nieuws zijn van een geboorte, van een nichtje, van een kind in de buurt. Maar ik heb het gevoel dat het te maken heeft met jouzelf. Er is een verlangen. Misschien krijg je eindelijk een appje van die ene man of vrouw waar je zo op hoopt. Wat is er nog meer voor de kreeft? Er is nieuws onderweg. Deze moet eruit. Wat is er nog meer voor de kreeft? Kijk eens, hij valt al. Het is ongelofelijk. Nog een keer. Wish granted. Twee kaarten in deze legging uit zoveel kaarten. Verschillende decks. Twee keer, lieve kreeft. Wat heb jij gemanifesteerd? Dat er twee kaarten uit moeten die allebei hetzelfde zeggen. Je wens gaat in vervulling. Het is ongelofelijk wat hier ligt. Nieuws onderweg. Ik ben benieuwd. Kijk, en een rood hart. Oh, wauw, lieve kreeft, kijk nou eens. Ik denk dat het met liefde te maken heeft. Wat zei ik net? Dat er eindelijk een appje komt van die man of vrouw waar je op wacht. En er ligt een rood hart. Een rood hart met nog een randje, want het is nog niet helemaal gebevestigd. Het lijkt wel alsof er bevestiging komt van een liefde. En dat die wens is van jou die in vervulling gaat. Natuurlijk zijn er ook kreeften die een andere wens hebben. Dat kan. Maar het gaat in ieder geval in vervulling. Het hoeft niet te zijn van een liefde. Het kan ook iets anders zijn, wat ik al zei. Nieuwe baan. Zoveel wensen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Jeetje. Leeuw. Ik ga eventjes de kaarten weer terug doen in het dek. Oh, ik ben zo benieuwd. Wat is er voor de leeuw? Kijk eens, hij valt al. Leeuw, tijdelijke probleempjes. Maar de zon schijnt achter de wolken, heel duidelijk. Ik ben benieuwd. Wat ligt er nog meer voor de leeuw? Wat moet de leeuw... Kijk eens, hij danst eruit zelfs. Ga je een korte trip maken? Er zijn tijdelijke probleempjes onderweg. En ik heb het gevoel dat die probleempjes te maken hebben met de reis die je op dit moment aan het maken bent. Het is niet een letterlijke reis dat je ergens een stad gaat bezoeken. Dat gevoel heb ik niet. Het is een reis ergens heen. Je hebt een plan uitgezet, maar er zijn tijdelijke probleempjes onderweg.
Geef niet, leeuw. Het zijn obstakels die je aan kan. Je huppelt er gewoon overheen. Kijk nou. Het lijkt wel alsof je je misschien ver galoppeert. Maar je komt er weer uit. Maak niet te grote sprongen. Wat is er nog meer voor de leeuw? Kijk eens, hij valt al. En nog één. Het is ongelooflijk. Younger man. Er is iemand die jonger is dan jij. Een jonger iemand, een man in jouw energie. Kan ook jijzelf zijn. Ik ben benieuwd. Je bent je gevoel aan het negeren. Je wil ergens niet aan. Is het concurrentie toevallig, lieve leeuw? Iemand die jou in je vaarwater zit met hetzelfde willen bereiken. Is er een machtsspel gaande? Die jongere man. Jongere man. Iemand die jonger is dan jij. Het is niet, hoeft niet een jonge man te zijn. Het is iemand die jonger is dan jij, man of vrouw. Het kan zijn dat er iemand wat obstakeltjes veroorzaakt, waardoor je langer gaat doen over jouw reis om je doel te halen. Let op, leeuw. En niet je gevoel negeren in dit... Ik denk dat je het niet wil zien. Ik denk dat je het niet wil zien. Maar probeer op je intuïtie te vertrouwen en probeer die persoon maar uit te schakelen tussen aanhalingstekens. Maagd. Kan ook zijn dat er iemand probeert om... in een liefdesdriehoek. Om een partner, een oogje op een partner te hebben. Kijk wat resoneert. De maagd. Great worry over nothing. Oké, je maakt echt, je ziet beren op de weg, maagd. Dat doe je wel vaker. Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Je ziet beren op de weg. En omdat je eigenlijk uit angst handelt, gebeurt er precies wat je niet wil. Angst is een slechte raadgever. Het is precies waar je bang voor bent wat er op je pad komt. Het lijkt wel alsof je het inderdaad omgedraaid manifesteert. En dan komt er iemand op je pad die je niet wil. Dat is, ja, het is, je kan beter een, kijk nou, je bent zo bang en je bent eigenlijk bang voor die arrogant, boastful person. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk wat hier ligt. Je bent bang voor iets of iemand en dan komt het juist op je pad. Loop maar een straatje om. Maar beter nog, zet je angst om in vertrouwen. Wat is er voor de maag nog meer? Ja, je hoeft je nergens zorgen over te maken. Deze viel al om. Je hoeft je nergens zorgen om te maken. Dit is een fantastische kaart. De roosterkaart zegt dat je iemand vooral niet moet tegenkomen. Ik gaf net al aan, loop maar een straatje om. En dat gaat ook gebeuren zonder dat je het weet. Want je bent ergens op het goede moment, op het goede tijdstip. En dat is precies waar je de angst kunt voorkomen. Want dat is omdat iemand al net weg is of omdat iemand pas komt nadat jij bent geweest. Wauw, wauw, wauw. Dus worry over nothing. Je maakt je druk om niks, maagd. Je ziet beren op de weg. Je ziet echt beren op de weg. Deze moet eruit. Heb je toevallig een naam met een T? Of ben je gek op iemand met een naam met een T? Het is tijd voor een time-out. Probeer geen beren op de weg te zien. Die time-out heeft alles te maken met de stress die jij voor niks veroorzaakt in je hoofd en in je lijf. Je ziet dingen die er niet zijn. We gaan naar de weegschaal. Hallo weegschaal. Wat is er voor jou? Wat moet je horen op dit moment? Kijk eens, hij klapte al om. Het is ongelooflijk duidelijk. A beetle, good fortune, perfect. Het gaat je goed, geluk en geld. Geluk en geld, ik zie er ook geld in. Changes in your life, wauw, wat een prachtige kaart. De maan, er komt verandering in je leven. En dat heeft ook te maken met dat geluk wat hier ligt.
het lijkt wel alsof je ergens vandaan komt en enorm vanuit een donker gat naar boven klimt en dat alles op je pad oké is. Dat je naar het licht gaat. Je voelt je ook licht. Er is hier een weegschaal die zich licht gaat voelen. Ongelooflijk. Alsof de schaduw weg is. Alsof de duisternis verdwenen is. Prachtig. Ja, er gaan veranderingen plaatsvinden in je leven. Kijk eens, hij draait al om. Je krijgt een negatief advies van een dierbare. Dat kan een vriend zijn, kan een familielid zijn. We gaan kijken. Waarom heb ik het gevoel dat je iets wil uitproberen? Een experiment. Of aan een experiment wil meedoen. Het is wat ik hoor. Ontrouw. Deze kaart viel al eerder bij een andere legging. Er is hier ontrouw in het spel. Kan het zijn dat je eigenlijk niet wil zien dat er ontrouw is en dat je het door de vingers wil zien? Je wil het niet zien, je wil het een klein beetje zien, maar je wil het eigenlijk niet zien. Ik vergelijk het altijd met er is een ongeluk gebeurd en je wil gaan kijken, maar eigenlijk wil je toch ver weg achter een boom blijven staan. Er is hier sprake van ontrouw en ik heb ook het gevoel, net als bij de andere, bij het andere teken, dat het hier wel gaat om iemand die de boel belazert. Maar je wil er niet aan, je wil het niet zien. Je krijgt een negatief advies van een vriend of familielid, iemand die jou ervan wil weerhouden om te blijven. Oh, lieve weegschaal, het geluk komt je tegemoet. Maar niet blijven hangen in een situatie die niet goed is voor je. Je leven gaat veranderen. Het is werkelijk zo. Schorpioen, wat is er voor jou? Weegschaal, ja, er is ergens iets niet eerlijks aan de hand. Blijf er niet in hangen tegen beter weten in, omdat je bang bent voor een zwart gat. Schorpioen, wat is er voor jou? Schorpioen, wat is er voor jou? Schorpioen, kijk eens. Pale, time to get out of a situation. Oeh. Je blijft ook lang hangen. Lieve schorpioen, je blijft hangen. Je blijft ergens in hangen. Liever het slechte dan het onbekende, dat is wat ik hoor. En deze, een vase. Kijk nou, een emmer en een vaas. Het is ongelooflijk. Er is een stille bewonderaar in jouw energie. Er komt iemand op jouw pad, maar ik weet niet of diegene zich kenbaar gaat maken. Het is tijd om een oude situatie los te laten. En waarom heb ik nou toch zo ongelooflijk het... Ik zit bijna helemaal te verheugen, want als jij een oude situatie achter je laat, dan kun je openstaan voor iets nieuws. En wat zou het toch fantastisch zijn dat die stille bewonderaar zich kenbaar maakt en dat je denkt, nou, ik laat me verrassen, ik wil wel een keertje met die persoon uit, man of vrouw. Het is heel belangrijk dat je iets achter je laat, want anders ga je niet openstaan voor nieuwe mogelijkheden, lieve schorpioen. Kijk eens, er is concurrentie. Ja, er moet iemand wedijveren met een oude liefde die jij probeert los te laten. Het is ongelooflijk, maar die stille bewonderaar weet dat niet. Dat is wat ik hier nu in de kaarten zie. Het lijkt wel alsof je hebt met de ene nog te kampen, terwijl er al een ander om de hoek staat te wachten. En stiekem zijn ze concurrenten van elkaar. Oh, lieve schorpioen, laat het oude achter je, het wordt niks. Sorry dat ik dat moet zeggen. Kijk nou eens, deze kaart, gemiste kans. Deze kaart heeft twee betekenissen in deze korte boodschap. Die ander die je achter je mag laten, die heeft gewoon een kans gemist. Die heeft de kans gemist om met jou het goed door... Er is iets gebeurd, er is iets gebeurd en het is pijnlijk. En die nieuwe, nog onbekende persoon, man of vrouw, die zou je gaan missen als je toch nog vast blijft houden in gedachten aan die oude.
Laat die oude maar los en zie wat er voor je neus staat. Boogschutter. Wat is er voor de boogschutter? Boogschutter. Wat moet je weten op dit moment? Wat moet je weten op dit... Kijk eens, ze vallen er allebei al uit. Kan er niks aan doen. Het is zo duidelijk. Vulture. Depression. Anxiety. Worry that someone is against you. Oh, lieve boogschutter, je zit in een dip. Ja, je bent zo bang en tegen het depressieve aan, omdat je gewoon, je hebt het gevoel dat er iemand tegen je is. En ik lees eigenlijk een beetje in mijn gevoel, wat ik hier nu intuïtief ook voel, dat je denkt dat niemand in de hele wereld van je houdt en dat de hele wereld tegen je is. Waarom zou het, boogschutter? A caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Ongelooflijk. Je gedachten gaan veranderen. Maar op een of andere manier heb je behoefte aan iets positiefs. Laat een vriend of vriendin of een collega, iemand waar je omgang mee hebt, laat diegene tegen jou zeggen wat een kanjer je bent. Laat je even uit die dip halen. Want je denkt dat er niemand is die van je houdt en dat iedereen tegen je is. Misschien ben jij wel aan het groeien en ben je je grenzen aan het aangeven op dit moment, waardoor het lijkt dat je afwijkt van wat anderen vinden en dat je daardoor jezelf een outcast voelt. Het blijft niet zo. Er komt een verandering aan. Het is alleen maar positief. Ik denk dat je een beetje tegen je eigen vijand bent. Andere mensen niet, maar jijzelf. Wat is er nog? Dat zijn er veel te veel. Wat is er nog meer voor de boogschutter? Dit is prachtig. Ik denk dat je je eigen vijand bent. De wereld is niet tegen jou. Jij bent tegen jezelf. Het lijkt wel alsof je baalt van jezelf dat je anders denkt. Kijk nou eens. Het is ongelooflijk. Deze kaart is ook al eerder uit het dek gevallen in de korte boodschappen. Kennelijk is het de energie. Lieve boogschutter, je bent ergens op een... Op het goede moment, op de juiste plek. Laat je inpraten door een dierbare dat je oké bent. Maar geloof het ook vooral zelf. Want als je het niet gelooft, dan blijf je hangen in het feit dat je denkt dat iedereen tegen je is. Nee. Kijk eens, daar valt hij al. Lieve boogschutter. Gebruik je innerlijke wijsheid. Je weet echt wel beter. Je zit gewoon niet zo lekker in je vel. Omdat je anders aan het... Je bent je grens aan het aangeven. Dus je wijkt wat af. En dat is logisch. Dat is normaal. Dat is je groei. Steenbok. Wat is er voor de steenbok? Wat moet je weten? Hallo steenbok. Wat moet je weten? Welke boodschap is voor jou? Ik ben heel erg benieuwd. Nou, je doet er langer over dan bij de andere tekens. Oh nee, daar komt hij al. Firecracker, oké. Spannend. Vuurwerk, excitement. Ik ben benieuwd. En deze moet eruit. Hij wilde, maar hij twijfelde. Zag je het? A meeting with a stranger could be important. Dit heeft te maken met die opwinding. Er is hier een steenbok die positieve nervositeit gaat krijgen. Een beetje een adrenaline in je lichaam. Omdat je gaat kennismaken met iemand. Kan zomaar zijn met een nieuwe baas. Ergens een nieuwe baan. Of je gaat een date hebben. Het is in ieder geval heel spannend. En je weet nog niet zo goed wat je ervan kan verwachten. In ieder geval, die andere persoon is nog geen bekende van je. Je gaat een hand schudden met iemand waarmee je iets gaat doen. Een koffie drinken, een zakelijk gesprek, misschien wel een date. Wauw, het is spannend. Het is spannend en het zou zomaar kunnen zijn dat daar een hele goede klik in zit. Ik ben heel erg benieuwd. En deze handshake, die kan ook daarna nog zijn,
omdat er een deal wordt gesloten. Maar ik denk dat het te maken heeft met een kennismaking. Het is spannend, want je weet niet wat je kan verwachten. Er doet zich een vriend... iemand doet zich voor als vriend. Maar dat is geen vriend. Kijk, nou is deze kaart is er ook al uitgevallen. Het is ongelooflijk prachtig. Er gaat een wens in vervulling, steenbok. Maar je hebt ook op te letten. Er is iemand die zich voordoet als vriend, maar het niet is. En dat heeft te maken met eigenbelang. Iemand probeert jou slimmer af te zijn. En dat kan in een werksituatie zijn, kan ook in een privé situatie zijn. Maar trek je er niks van aan, want deze kaarten zijn zo leuk. Ik heb het gevoel dat het echt heel leuk is. Je gaat met iemand kennis maken en ik weet niet of het zakelijk of privé is. Is dat de wens die in vervulling gaat? Heeft het te maken met een date? Of ga je ergens in een nieuw bedrijf werken? Of is het een nieuwe buurman of buurvrouw? Ik weet niet wat het is. Misschien ga je wel aansluiten bij een club. Dat je jezelf gaat trakteren op een yoga-abonnement. Kijk wat resoneert. De waterman. Ik ben heel benieuwd. Wat is er voor de waterman? Waterman. Wat moet je weten op dit moment? De waterman. Waterman, kijk eens, hij valt al om. Door. Er liggen kansen op je te wachten. Maar de deur is gesloten. En de vraag is of je de kansen grijpt. Of dat je ze laat liggen en de deur dicht houdt. Kijk nou eens, dit heeft alles te maken met die leeuw. Heb je misschien een oogje op een leeuw? Of een leeuw op jou? Het kan heel goed zijn dat er een leeuw is die aan je denkt. Of dat jij aan een leeuw denkt. Man of vrouw. Het is tijd om in actie te komen. Dat heeft te maken met die kansen die op je liggen te wachten. Maar als je te lang wacht, dan zijn ze weg. De deur is nog steeds dicht. Ik zou hem zeker op een kier zetten. Om te kijken wat zich aandient aan kansen. Maar ik heb het gevoel dat je misschien niet helemaal geïnteresseerd bent. En dat je denkt, ach, er komt alweer een andere kans. Kijk nou eens, er is sprake van een diepe spirituele connectie. Heb je die misschien met een leeuw? Ik heb het gevoel dat er iets met een leeuw is. Het is tijd om te acteren. Ja, maar dat heeft echt te maken met die mogelijkheden. En die mogelijkheden, die kunnen bestaan uit zakelijke mogelijkheden. Misschien ligt er een kans van een mooie opdracht voor je klaar als ZZP'er. Of een baan, een vacature. Maar het kan ook zijn dat er iets is met iemand. Iemand die een connectie wil... Hoe zal ik het zeggen? Iemand die een connectie wil laten groeien. Er is ergens een diepe spirituele connectie. En dat zou met een leeuw kunnen zijn. Wedding vows. Misschien ben je aan de vooravond van een huwelijk. Of ga jij als ceremoniemeester optreden. Het kan ook zijn dat er een breuk is. En dat je de handdoek in de ring gooit. Dat het nu tijd is om te acteren en het niet meer te willen en te kijken naar nieuwe mogelijkheden en te vergeten wat er was. Wauw, waterman. Dan hebben we nog de vissen als laatste. Ik ben heel erg benieuwd. Hallo vissen, wat is er voor jullie? Koud in dat water zwemmen, hè? Wat is er voor jullie? Wat moet je weten op dit moment? Welke boodschap is voor jullie? Deze moet eruit. Kijk eens, daar komt hij al. Wauw, ik ben zo benieuwd. Ook, het is ongelooflijk, er vallen zoveel dezelfde kaarten uit. Terwijl de stapels zijn 100 kaarten. Het is ongelooflijk. Er is overvloed. Je hebt overvloed. En het kan zomaar zijn dat je eigenlijk een beetje
terug wil naar minimaliseren. Er is zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dat is wat ik zie. Goldfish increase in material wealth or spiritual growth. Het is ongelooflijk. Deze kaart geeft aan dat er nog meer overvloed komt. Er is hier een vis, het gaat je goed af. Maar tegelijkertijd wil ik er ook bij zeggen, deze bol die is gevuld met fruit. En dat geeft toch een beetje aan dat je voor jezelf goed mag zorgen. Misschien dat je af en toe het eten een beetje vergeet, althans het gezonde eten. Maar er is alleen maar overvloed. Er is alleen maar overvloed. Vooral in materie, materiële dingen. En ik weet niet of je er gelukkig van wordt, lieve vissen. Ik zie ook dat het over spirituele groei gaat. En misschien dat het daarom is, wat ik net al zei, dat je terug wil gaan naar wat minder. Dat je dat allemaal wel gehad hebt. Dat je gaat van veel naar weinig, omdat je merkt dat het je niet bevredigt. Niet meer, het bevredigt niet meer, het dient niet meer. Dat is wat ik hier voel, een vissen die van veel naar minder wil. Naar eenvoudiger, naar rust, naar basis. Deze moet eruit. Ja, het is ongelooflijk, de overvloed is niet te stuiten. Oh, je hebt te maken met iemand die jouw soulmate is. Althans, jij denkt dat het je soulmate is, want het is diegene niet. Misschien iemand die dezelfde smaak heeft als jij. Ook houdt van, hield van overvloed. Veel, mooie auto voor de deur, goed huis, een goede baan. Alles goed, 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 goed. Maar alles een beetje te goed. Waardoor je er een beetje, ja, je zit eigenlijk te denken, wat zal ik eens gaan doen? Het bevredigt me niet. En dat diegene waarmee je te maken hebt, een partner, daar heel anders over denkt. En nog meer wil, en nog meer wil. En dat er eigenlijk twee mensen zijn die wat uit elkaar aan het groeien zijn. Omdat de ene de spirituele weg op wil, en de ander die blijft in het materiële, in het ego hangen. Kijk nou eens, act now, think later. Die kwam net ook al in een kaart, maar dan in een tea leaf, in de leeuw. Het is ongelooflijk. De leeuw op het kaartje bedoel ik. Act now, think later. Kijk anders de even kijken, het was volgens mij bij de waterman dat ook deze kaart viel, maar dan in de vorm van een tea leaf. Act now, think later. Je bent er klaar mee, lieve vissen. Dat is wat ik voel. De overvloed, de overvloed. Je bent een hekel aan het krijgen aan de overvloed. Maar denk ondertussen ook aan je gezondheid. Misschien dat je er stress van hebt. Al die spullen, het zegt je niks meer. Het dient je niet meer. Maar degene waar je mee te maken hebt, zul je toch mee moeten overleggen. Het is iemand die daar anders over denkt dan jij. Nou, lieve tekens, dit waren de korte boodschappen. Succes!